On the Sunday morning, we want to talk to you about the Saplaninak, which is also known as the Illyrian shepherd dog or Albanian shepherd dog, and by other names, of course, as well. Saplaninak was once a dog that every knight had, and in the local dialect, they were even named dragons, indicating their boldness and their strength. Yeah, they are, however, especially compared to Caucasian shepherds or ovcharkas, a little bit lighter. So males normally don't get much bigger than 50 kilograms. And they're also a little bit smaller, of course. They are capable dogs, and don't let the shepherd, in this case, mislead you, because they are not dogs for really shepherding herds. Like, for example, the original Belgian and German shepherds, or the border collies, or the likes. No, the Saplaninak is more of a livestock protection breed, so like the Ovcharka, Caucasian Shepherd, Pyrenean Mountain Dog, Kangal types of dogs, Anatolian Shepherds, Kurdish Mastiffs, that type of dog. So this is the dog that is close to the original Molosse. The coat is quite long, comparable to Pyrenean Shepherd Dog. Pyrenean Mountain Dogs, excuse me. Goedemorgen. Goedemorgen. And this could be a good dog to have a compromise if you don't need that excess strength and bulk that, for example, an Ovcharka, Caucasian Shepherd, or even a Kangal would bring, but do need a dog with a good strong coat that could protect your herd against, for example, wolves. This is a very good option to consider. Also, they are a very original Molosse type. If you like that, this is also a nice thing to take into consideration, and they are still kept for working abilities. This is also a really nice benefit. They are quite healthy. They are now recognized by the FCE as a show breed as well. It is often the beginning of bad times for a dog breed, and FCE registered name is the Saplaninak. In the earlier days, also the Illyrian shepherd dog was registered, but is now interchanged. This is a new name. Compared to Pyrenean mountain dogs, they are a lot more intense. En als een smaller. Goedemorgen. Je ziet er steeds mooier uit, hè? Ja. Heel mooi hondje. Je kijkt nu een nieuwe voer. Ja? Royal Canin. Oké. Okay. Zit er veel eiwit in? Of niet? Ik zit op 27%. Oké, ik zit op 30% kip. Goedemorgen. Maar ze ziet er goed uit. Ja, ja. Ze is al te mager hier, zie ik. Ja, ik zie het. Ze is ribben zat. Ze heeft een lichte bouw, hè. Ze is echt een echte werkhond. Ja, het is geen showhondje. Ook die oren staan wat meer naar beneden. Ja. Ik heb al gezegd dat er misschien wel een beetje pitbullbloed in zit, maar ze lijken ook heel snel. Ik weet niet hoe ze in het veld is, maar... Ja, ze is echt heel snel. Ze lijkt me heel snel, dus dat is mooi. Dat is goed om te zien. Ja. Je hebt al genoeg honden die alleen maar op bepaalde looks zijn gefokt, maar voor de rest niks kunnen. Ja,
Dus hij ziet er echt goed uit. En ze lijkt ook redelijk pittig. Ik vind dat een beetje lomp. Heb jij kinderen of niet? Dominante. Ja, heb jij kinderen of niet? Nee. Ja, okay. Dus hier iemand die had ook een Mechelse herde, hè? En die heeft zijn kind gesnapt, hè? Dus als ze ouder worden, is niks mis met een ras, maar ze willen wel dominant zijn, hè, na een tijdje. Wat jij nu ook net zei. Ja. En als je een kinder hebt, moet je echt heel goed opletten. Ja, deze komt van een boekafmelding gezin. Mm-hmm. We hadden net een babytje, dat is geboren. Ja. En zij was beschermend voor die twee, voor hem dan, naar die baby toe. Ja. Ze waren bang dat zij wat zou doen. Ik snap en het. Ze moesten weg. Ik snap het. Maar het is goed dat ze bij jou, kijk, bij volwassenen en zo gebeurt allemaal niet zo. En ze zullen heel goed jullie ook beschermen. Dus dat is heel mooi. Maar ze worden, meestal richting een baas kunnen ze wel eens proberen. Om te kijken of ze hogerop kunnen komen in de rangorde. Ja. Maar kijk, jij, volwassen man, gebeurt er me dan niks mee. Nee. Maar kindjes, ze proberen meestal bij het laagste te beginnen. En dan is het jammer, hè. Het is echt een heel mooi ras, maar je moet wel even kijken wat alles goed blijft gaan. Hey, maar ik vind het een prachtige hond. En ben blij dat ze bij jullie zit volgens mij hartstikke goed. Ja, zeker. Nou, heel veel plezier ermee. Groetjes, doei. Hoi. Hoi. Zo, if you want this really nice, stable, good protector type of dog, and you don't mind the long hairs, if you're living in a cold climate, for example the Nordic countries, or close to Canada, something like that, this could be a very good breed for you. Also, they are quite hardy, they don't need excess of food for their size, they're effective in managing what they need, and they're also good at protecting against especially wolves. This is a very nice original type of breed. The small intermezzo with the guy with the Malinois X, he told me that she is quite dominant, not only to dogs, but I warned him if he has children, and he didn't, but you better be prepared that they try to take dominance and overrule the children or other members of the family. And you can correct this, and then this is fine again. This is nature of a real shepherd type of dog. That they want to improve their ranks, and they don't see humans as that much different as compared to other animals. So that was that. Keep it in mind if you're looking for this type of breed. I think they're magnificent, but not for every family. Have a nice day all, and I hope you liked this video. It had this small intermezzo, of course, but could be interesting as well. Have a nice day. Bye bye.